Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik wil graag dat je vandaag je bezighoudt achter de voedselbank. Dat je broden weggeeft. Ik ben veroordeeld door Rijksdaal. Ik moet werken 100 uur. Ik ben gepakt door politie met wietkwekerij. Ik ben twee dagen per week. Ik werk 10 uur per dag. En wat voor werk doe je dan precies in de winkel? Een beetje sorteren dingen, schoonmaken, geven die dingen aan mensen, brood, alles. Is leuk, leuk werk. Er zijn natuurlijk ook andere taakstraffen, hè? Dat mensen papiertjes moeten prikken buiten of graffiti opruimen. U werkt in een winkel waar mensen het wat minder hebben die hier komen. Wat vindt u daarvan? Ja, ik ben echt blij. Ik werk hier, ik kan helpen mensen. Ons voedselcentrum heeft als doel gesteld om mensen te helpen en dat is op meerdere gebieden. We bieden mensen, vrijwilligers, weer een doel in hun leven. Mensen die langdurig werkloos zijn, mensen die ook al die bij ons komen in verband met tegenprestatie. Maar daarnaast willen we ook mensen die een taakstraf moeten uitvoeren, die willen we ook een plek bieden om... Ja, om mensen toch ook te laten zien dat ze ook het gevoel krijgen dat ze ook nuttig werk doen. Ze krijgen ook veel voldoening van ons werk. Dat er zelfs ook mensen zijn van, nou, als ik de taakstraf heb uitgevoerd, dan wil ik ook nou wel bij jullie komen. Je ziet ook dat, dat mensen dat ook leuk vinden om dit hier, omdat dit ook nuttig werk is. Van, je kunt ook iets voor de mensen betekenen. Waarom is het moeilijk om een plek te vinden voor werkgestraften om ook daadwerkelijk te werken? Nou ja, je selecteert projecten, dus je kijkt van, nou, wat zijn het voor projecten, wat is het doel van het project. We willen graag, zeg maar, dat het een maatschappelijk doel is. Ze moeten een veilige plek krijgen. Er moet goed contact zijn met het kantoor, dus de afspraken die gemaakt worden, die moeten goed en duidelijk zijn. En er is ook een contract, zeg maar, wat de reclassering met het project afsluit. En hebben werkgestraften nou zelf ook een keus wat ze gaan doen? Nee, die hebben ze niet. Nee. Dus we kijken wel naar de kwaliteiten van de mensen. We kijken ook naar waar mensen wonen. Maar het is niet zo dat mensen zeggen, nou, in de winter wil ik graag binnenwerken en in de zomer wil ik graag buitenwerken. Zo werkt het niet. Zou je zeggen dat het ze bewuster maakt van problemen? Ja, dat is zeker. Want als je bijvoorbeeld even het papierprikken neemt, waar heel veel mensen toch, zeg maar, bij de reclassering aan denken, dan zijn er toch wel heel veel klanten of werkgestraft in dit verhaal die zeggen aan het einde van de rit, nou, dat is niet normaal wat die mensen allemaal op straat gooien. En als ik dan vraag, god, doe je dat zelf nooit? Dan krijg ik wel heel vaak een bevestigend antwoord. En merk je dat hier ook, dat ze het fijn vinden om armere mensen of mensen die het wat minder hebben bij te staan? Ja, en je ziet ook dat mensen soms natuurlijk of in zo'nzelfde positie zitten. Dus misschien na hun werkstraf hier ook zeg maar, als klant komen, hè, om spullen te halen. Of het in hun kennissenkring, zeg maar, verder vertellen. Elke mens kan een papiertje op straat pakken, ja toch? Maar beter hier. In reclassering zeg ik moet papiertjes doen, ik doe ook zo. Maar hier is echt goed, ik ben blij een beetje.